Collega Joy Marbelfort en cameraman Sogo Bin zijn naar Salamaka getogen. Maar toen zei ik Criola Srevi, en wat raar, heel nog vallig, wat over als het Jiris van Mancheri drapen. En Unuf STVS meen voor nu, en dan kan ik aan het horen, maar ook wel Luku drapen. Zij heeft precies naar Salamaka Criola Sri drapen. En collega Joy Marbelfort met een korte compilatie, en we sorry, zij heeft precies. Na Ini, Saramaka, Criola. We zijn hier momenteel te woongebied Criola in het resort Jerikama. En zoals u ziet hebben we hier last van overtollig water. De afgelopen dagen hebben we de invloeden gehad van springvloed. Maar daarnaast hebben we ook nog water die vanuit het noorden, vanuit het zuiden richting noorden stroomt. Dus dat water, overtollig water vanuit het binnenland. Vrijdagavond is het begonnen. Dat waren de invloeden van springvloed. Waardoor de rivier buiten haar oevers is geraakt. Zeker een meter tot anderhalf meter hoog water buiten haar oevers. En daardoor is het woongebied Criola Blanc, het zuidelijk deel van woongebied Criola Blanc, komen te liggen. We zijn hier aan de Vrijmersumweg. Zoals u ziet, aan de rechterkant van mij begeeft zich het Wanica-kanaal. En aan hierachter begeeft zich het Saramaka-kanaal. Beide kanalen hebben momenteel extreem hoge waterstanden. Het Saramaka-kanaal, daar kunnen de sluisdeuren, de kleppendeksels, ook niet opengemaakt worden, omdat het water in de rivier veel hoger ligt dan het water in het kanaal. En wat zeggen de technici over deze situatie? Zo, de technici van nu zijn we bezig om, gisteren zijn we de hele dag bezig geweest met Surswam NV. Om te kijken waar we nog eventueel wat dammen konden verhogen. Hebben we dat gedaan, waar we even konden nieuwe dammen konden aanleggen, hebben we dat gedaan. Vooral waar dat water vanuit de rivier richting woongebied stroomt. Maar dat heeft ook niet echt geholpen. Dat water is toch nog over de dam geweest. Wat er wel gedaan moet worden de komende droge tijd, is de dammen langs de rivier sowieso breder en hoger opwerpen. En het dam langs het Panama-kanaal ook breder en hoger opwerpen, zodat het water niet richting woongebied komt. Dus dat water was extreem hoog. Kijk, zaterdag dachten we dat we toch nog richting verlichting zouden gaan. Als we het hadden over de springvloed. Gisteravond hadden we dat ook gehoopt, maar in tegendeel, dat water is juist hoger geworden. En hoe staat het met de mensen? Wat hebben de mensen het meest nodig nu? Dus met betrekking tot de mensen, ik ben sinds vrijdag in het veld, vrijdag, zaterdag, zondag. Wat ik wel heb gezien, dat de mensen die zijn getroffen, de gezinnen zijn opgevangen door familieleden. Enkele zijn naar de stad vertrokken, maar dan nog zijn er toch 1-2 mensen achtergebleven, omdat er nog waardevolle spullen liggen in hun huis. En u weet, diefstal is er dan ook. Dus er zijn toch nog mensen in het woongebied waarvoor ze nu behoeftig zijn sowieso levensmiddelen, water en sanitaire voorziening. Wat sanitaire voorziening betreft is een DNA-lid ingekomen met 10 mobiele toiletten. Dus die zijn nu ook op locaties geplaatst. En we hebben begrepen dat ook NCCR een bezoek heeft gebracht. Wat heeft het NCCR geconstateerd? Ja, dus NCCR is ook inmiddels geweest voor oriëntatie. Wat ze hebben meegegeven zijn zakken die gevuld moeten worden met zand. En daarvoor ingangen geplaatst dienden te worden. Maar daarvoor was het ook al te laat. Het water was al zodanig hoog en binnengedrongen in de woongebieden dat nu even niet zou werken. Dus NCCR zou verder rapporteren en terugkoppelen. Dus we zijn wel in contact. Het ministerie is ook al in kennis gesteld. Het ministerie van regionale ontwikkeling en sport. Het kabinet van de president ook. Dus we zijn constant in overleg en in contact. Deze kreek, deze lozing, kwamen met de boot volop. Hier kwamen de grote trucks, 20 ton, om in te laden. Vandaag aan de dag hebben we dat niet meer. Door het waterstand die in de tijd gelopen is. De mensen hebben het toch opgebouwd. De mensen die achter zijn gebleven, de ouders zijn weg. Maar wij die achterblijven, we willen van de regering, dat de regering nu een oogje naar ons toe blikken om te zien, te weten van wij zijn mensen en we roepen, we trekken steeds aan de bel. Maar er is geen ommekeer naar ons. Je hebt
aannemers, je hebt ondernemers die komen in het gebied. Ze gaan aan onze ringdammen. Het wordt aangekaart van BO, bestuursdienst, DC. Kijken jullie wat er speelt. Maar ze kijken met halve ogen, met dovemans oor, één oor open, één dicht. En vandaag, men zegt, het is een natuurramp. Gedeeltelijk, zeg ik dat. De andere kant, als onze ringdammen intact waren, hadden we dit verzuiping niet. Ik moet alle dieren evacueren. Mijn koeien, mijn schapen, mijn geiten, mijn paarden. Alles is van mij onder water. Helemaal in mijn woning. Ik moet in de bussen slapen met mijn wederhelft. Is dat een doen? Terwijl men continu aan de bel getrokken heeft. Wie vergoedt al deze schade nu voor ons? Er moet vergoed worden. Want als dit niet naar een oplossing komt, gaan we de hele infra waar iedereen belangen heeft, de bedrijven, barricaderen. In het binnenland worden FCCR die gaat naar daar toe, die kijken, die checken, die doen. Hulp wordt er aangeboden. Ze zetten een toilet hier, een toilet daar. Mensen moeten lopen om te gaan schijten, om te pissen daarin. Het is geen systeem van doen. Wij willen dat er nu een structurele oplossing komt. Dat de regering echt naar ons moet kijken. Pompgemalen zijn gemaakt. 4 grote duikers, 3 grote pompen eruit. 2 daar. Wij sukkelen met 1 kleine ding van 80 omvang. De dam is niet goed. Niets is volmaakt in ons buurt. Kijk hier. Ik heb jaren aangekaart voor deze sluis. Er is een sluis daar op Serie B. Het wordt vernietigd. Niets wordt gedaan voor ons. We zijn er echt beu van. En de heer Roosevelt, ik zou ook wat zeggen. Oké, goedemiddag. Ik ga niet in herhaling treden wat mijn voorgaande sprekers hebben gezegd. Maar ik wil toch even praten over de uitvoer. Ik ben meer technisch. Als er één woord is, en ik richt me tot de president nu. Als er één woord is dat de president vaak gebruikt, de huidige president, met alle respect, is duurzaamheid. En dat vertaal ik zo. Als je iets doet, doe het goed. Nou, we geven niemand de schuld. Het is niet de schuld van deze regering dat we nu onder water zitten. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van hun om ons te helpen hieruit. Nou, maar als je iets doet, doe het goed. Een aannemer, we zitten al in water. Een aannemer heeft het werk gehad, meneer Bisumbar, ik heb daar net tot hem gesproken. En moet u weten, er zit een operator op de machine zonder controle. Ik heb ook vernomen van meneer Daru, hij is bestuursopzichter, dat hij wordt tegengewerkt. Hij werkt bij de bestuursdienst en als hij dus erbij is, het is zijn resort. Zij zijn belast van overheidshalve met de lozingen, de bermen. Ze zijn dagelijks bezig. Nou, dus zij zijn de beste mensen die weten wat er moet gebeuren. Nou, ze weten niet alles, maar samen moeten we dingen doen. Het is niet dat wat u zegt, president. Samen dingen doen. En de bestuursdienst wordt er buiten gehouden. De bestuursdienst van dit resort. Het werkt zo niet. Wat we hier zien is een klein stukje maar. Hier is het ongeveer, laten we zeggen, 50 centimeter zo. Maar wanneer je verder gaat, dan is het bijna 1 meter hoog. Dus dat is de weg zelf. Daar praten we nog niet over. Dus die percelen zelf. Wat we hier zien is niks. Dus het is echt een ramp wat nu is gebeurd met die mensen hier zo. Dus deze zijde vlaggen ook aan de regering om te kijken wat ze kunnen doen voor de bewoners van Criolla tenminste. Dat u weet, je keuken, je hebt alles erin en alles is verloren gegaan. Wie gaat het bekosten? De regering moet ook een beetje inkomen. Dus ik praat voor de bewoners niet, niet als bestuur ambtenaar hier zo. Dus ziet het zelf. Kijk, er is een heer die moet gaan werken. Kijk, hij woont achterin. Hij is militair. Hij is militair. Eva, misschien kun je het ook zeggen doen. Kijk, hoe ga ik aan het werk? Het lukt niet, hè? Ja. Ik ben wel lekker dieper. Volg. Kom, ik kan doen. Kom. Ja, kom, mijn zoon. Volg hier. Dat gaan we niet broken. Als mijn auto kapot staat, we gaan me vergoeden. Als mijn bananenplankjes zijn niet onder water, we gaan me vergoeden. Dus ik ga die daarop hebben gegooid. Oh, weet je zo. Voor het eerst, hè. Voor het eerst. En hoe kan? Laat u voor serieus zijn, man. Ik ben president-commissaris van Surfram. Wat heeft het bedrijf tot zover kunnen doen om de burgers te helpen? We zijn dus
laat me zeggen, gevraagd worden door de districtscommissaris om te kijken en te assisteren waar nodig. We hebben dan in samenspraak met de districtscommissaris en het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Sport zijn we dus tot daden overgegaan, waaronder dus het aanleggen van hulpdammen. Let wel, hulpdammen, zodat het woongebied niet verder onder water loopt. Er is al heel veel water binnengekomen. We proberen het water dat nu binnenkomt te stoppen. We zijn per zondagmorgen begonnen om te werken. Dat was gisterochtend. Gisteren hebben we de hele dag bijna tot laat in de avond gewerkt. Vandaag gaan we dus verder werken om ervoor te zorgen dat er geen water vanuit de rivier in het woongebied binnenstroomt. En het water dat in het woongebied al binnengestroomd is, dat gaan we dan met die bypass die ik net zei, gaan we dan proberen weg te krijgen. En we hebben ook de reacties van de burgers gehoord. Men legt de link tussen de situatie in het binnenland en de situatie hier. Is er een link? Er is inderdaad een link. Maar wat er ook aan de hand is, ik heb in het verleden dit helemaal publiekelijk gebracht. Ik heb gesproken onder andere met de sluiswachter van hier, van het gebied hier. Het gebied hier heeft een sluiswachter, het telt bijna 5-6 sluizen. Heeft een sluisbeheerder, ja, een hoofd. En de hoofd zegt me dat hij nu al 32 jaar werkt. En in die 32 jaren heeft hij elke keer gedurende 2 tot 3 maanden van het jaar meegemaakt dat de waterstand in de Saramaka rivier hoog is. Zodanig hoog is dat je water niet op een natuurlijke wijze kan afvloeien. Dat je dus een sluisdeur openmaakt en dat het water dus afvloeit richting Saramaka rivier. Dat gebeurt niet, dat kan niet gedurende 2 tot 3 maanden in het jaar. Al gedurende 32 jaar. En het zou zaak zijn dat nu, in elk geval als vorige regeringen dat nagelaten hebben, dat deze regering een oplossing daarin zoekt. De mensen zijn verheerd, begrijpelijk. De mensen zijn vanwege de hele situatie die ze meemaken, dat ze dus 1 en 1,5 meter onder water zijn, zijn ze inderdaad verheerd, begrijpelijk verheerd. Maar we hebben ze aangegeven dat we dus samen met alle actoren in deze, en dat is het ministerie van Openbare Werken, het ministerie van LVV, met de regering in totaliteit, dat we daar gaan kijken om het probleem structureel op te lossen. En daartoe hebben we al voorstellen gedaan. Het voorstel is dat er dus voor het woongebied Criola, dat er daar grotere pompen komen, zodat het regenwater in die 2 maanden wat de heer Kromo heeft aangehaald hier als sluisbeheerder, in die 2 maanden wat ze niet kunnen spuien, dat het regenwater dus met de grotere pompen weggevoerd kan worden, zodat het gebied Criola droog komt. En andere gebieden van Saramaka ook, waar dus mensen problemen hebben, gedurende die 2 tot 3 maanden van het jaar, gaan we dus, er zijn al voorstellen gedaan richting openbare werken en richting LVV, om dus op die plaatsen allemaal pompen neer te zetten. De DC geeft aan dat ze de middelen niet voor het rapen heeft. Hoe zal de structurele oplossing dan bereikt worden? De structurele oplossing is dat er een kostenplaatje wordt gemaakt en in regeringsverband wordt dat bekeken. En de regering gaat dan kijken van waaruit ze dat financieren. Vanuit welk begrotingspost of als er geen begrotingspost is, misschien kijken naar laat me zeggen, internationale mogelijkheden via IDB, via Wereldbank, om dan dit project te financieren. We weten dat er voor Saramaka-kanaal dat er een IDB-project lopende is, dat er een $30 miljoen is vrijgemaakt, om dus de Saramaka-kanaal helemaal te rehabiliteren. Maar dit waar ik het over heb, gaat eigenlijk niet meer over de Saramaka-kanaal, dit gaat specifieker over, laat me zeggen, de Saramaka-rivier, dat alle water dat in de Saramaka-rivier stijgt, omhoog gaat, dat het allemaal, laat me zeggen, tegengehouden kan worden. De straat.